Ik was niet verrast met de ontslagaanzegging, maar ik had de brief waarin mijn functie neerleg al gereed. Dit zegt Jack Menke, scheidende voorzitter van het Adekus bestuur. Hij heeft vandaag een persconferentie belegd over deze kwestie. Menke wijst erop dat hij vanaf morgen niet meer de bestuursfunctie bekleedt, maar wel de van hoogleraar in methodologie en sociale wetenschappen. Met een batterij aan onderwijs, onderzoeks en publicatieactiviteiten. Daarover moest ik beslissen, want ik ben nog in dienst. En eigenlijk was die druk ook heel groot van, weet je, verlaat eigenlijk dat schip. En ik heb persoonlijk me voorgenomen om in die damage, dus eigenlijk de zaak niet te laten liggen, maar juist te kijken van hoe we vanuit nieuwe omstandigheden en nieuwe voorwaarden zaken binnen het IGSR laten draaien. Geruchten als zou hij een buitenlandse rekening hebben, waar gelden naartoe gesluist zouden zijn, verwerpt Menke meteen. Ten aanzien van de PhD-school zegt de scheidende UVS-voorzitter dat afgelopen dinsdag een meeting is geweest met de aftredende PhD-board. De board heeft, laat maar zeggen, functies neergelegd. Dat zijn drie mensen op het board van de PhD-school. Dus drie personen. Nee, Jan Mol, Modesta Lede en Anton Groenberg. Die zijn overgebleven, want Schalkwijk en Menke zijn eruit. En die drie hebben hun functies neergelegd vorige week. En ook het coördinatieteam, dus dat team dat eigenlijk de uitvoerende dingen doet, heeft ook de functies neergelegd. Dat waren er nog twee leden. En we hebben toen als bestuur van de universiteit ze uitgenodigd, dinsdag. Het was een hele lange sessie, we dachten uren, het was 4 uren. En toen is een heleboel uitgesproken van wat er mis is gegaan. Volgende stap is dat twee leden van het universiteitsbestuur met de studenten zouden praten. Dat is gisteren gebeurd. En twee, we hebben dus een timetable gemaakt. Ook mij is gevraagd van, wil je terug die PhD-board trekken? Dus het blijkt dat ik eigenlijk ook een van de grondleggers ben. Dus ga terug in die board. Weet je, doe dit. Ik heb gezegd, ik wil een heleboel doen. Voorlopig niet in die board. Ik wil dat college draaien. Ik wil verder een heleboel zaken inhoudelijk helpen plannen, wat betreft het curriculum. En toen is er een timetable aangekoppeld dat uiterlijk 1 maart de activiteiten van de PhD-school weer starten. De scheidende voorzitter van het universiteitsbestuur, Jack Menke. Hij heeft vandaag een persconferentie belegd om nader in te gaan op de gronden van zijn ontslagaanzegging door minister Lilian Verrier. Menke blijft erbij dat de gronden op niets slaan en dat hij bereid is in een open gesprek met wie dan ook in dialoog te gaan. De Adekus-voorzitter wijst er nog op dat de verwarring die de afgelopen 4 weken is gecreëerd als doel had mensen in troebel water te laten vissen. Hij geeft de regering en bond tenslotte mee dat de bestuurs- en financieringsvorm van de Adekus helemaal achterhaald zijn en zo nodig aan aanpassing toe zijn.